De belangrijkste spelregel in elke taal is dat je hem schrijft zoals je hem uitspreekt. Daarom zie je hier het woord tafel en hier het woord stoel. Hier staat niet tafel en hier staat ook niet stoel. Hier lees je het woord trookspotel. Het betekent helemaal niks, denk ik, maar je ziet dat ik gesproken taal om kan zetten in tekens. Iedere taal heeft hiervoor zijn eigen code. Als je dit teken ziet, dan maken wij daar een A of een A van. Maar in een andere taal is dit teken ingezet voor andere klanken. Het komt vaak voor als een E, maar ook als een E. Omdat je met de geschreven taal de gesproken taal wilt weergeven, help je jezelf enorm als je aandacht besteedt aan je uitspraak. Bij mij kun je horen dat ik uit het zuiden van het land kom. Maar ik spreek wel Nederlands, de standaardtaal. Iedere Nederlander kan me volgen. Vroeger werd standaardtaal ook wel ABN genoemd, Algemeen Beschaafd Nederlands. Maar als je een dialect spreekt, wil dat natuurlijk niks zeggen over je beschaving. Als je alleen maar dialect spreekt, zadel je jezelf op met een probleem. Want dan moet je je eigen code verzinnen. Een hagenees moet dan gaan leren dat hij bij de klank ja een r moet schrijven. Doet men drie Bia. Een brabander moet bij de klank e eraan gaan denken om at te schrijven. jij? Een Utrechter moet gaan uitvogelen wanneer je een a schrijft als een a. Paak die maan! En Amsterdammers zeggen een S waar een Z hoort. Frits Wester krijgt zelfs dit over zijn lippen. Dat is niet zo slim. Nee, Frits, inderdaad. Heel verwarrend, heel moeilijk. Dus, maak het jezelf makkelijk en besteed zorg aan je uitspraak. Je spelling knapt er enorm van op. Want iedere taal, ook het Nederlands, schrijf je zoals je hem uitspreekt. Bij basisprincipe 1 heb je misschien wel gedacht, dat kun je nou wel zeggen, maar dat klopt helemaal niet. En een beetje gelijk heb je ook wel. Toen je net leerde lezen, leerde je woorden als deze. En deze woorden zijn helemaal volgens het principe, je schrijft een woord zoals je het uitspreekt. Maar hoe weet je nou wat je moet schrijven als je zegt, wil je dat ik hem voed? Die tas ligt in de weg. Rijk mij het zout even aan. Is dat een kou of een kraai? Bied je vanmiddag even de moestuin? Daar is geen kruid tegen gewassen. Ik ga vanmiddag nog even naar het lab. Je ziet nu bij de meeste woorden best wel welke schrijfwijze je moet kiezen. Maar op basis waarvan maak je nu die keuze? Dat doe je op basis van de betekenis en basisprincipe 2. Je probeert een betekenis... Altijd op dezelfde manier te schrijven. Dus, omdat voet komt van voeden, schrijf je de d. Omdat licht hier komt van liggen, met de stem hebben de g, schrijf je ook hier de g en niet de ch. De woorden kruid en wiet met een t hebben geen lange vorm. De d-woorden wel, bieden en kruiden. De woorden kou en kou hebben verschillende betekenissen, maar de uitspraak gaat daarvan nooit veranderen. Dat zijn dus verschillen die je moet weten. De belangrijkste afwijkingen op dit principe zijn de stemhebbende klanken Z en V. Die veranderen namelijk in hun stemloze variant. Huizen wordt huis, raven wordt raaf. Terwijl we net bij voeden. Zagen dat de d een d moest blijven. Waarom verandert de d dan niet in een t? Kijk eens naar dit rijtje. Ik hoef geen enkele moeite te doen om woorden te verzinnen die van betekenis veranderen als je de d en de t verwisselt. Maar ik kan geen enkel woord verzinnen dat van betekenis verandert door de eind z in een s te veranderen of de eind v in een f. Deze betekenissen blijven gewoon duidelijk. Ook hier heb je er weer plezier van als je zorgvuldig uitspreekt. Tot slot nog even een klein experiment. Welke woorden begrijp je het snelst? De rode of de blauwe? Je ziet ze dadelijk heel kort verschijnen. Je herkent de rode waarschijnlijk het best en dat komt omdat die respect hebben voor de betekenis. Zij bewaren de betekenis. Het derde basisprincipe zegt dat je woordsoorten op dezelfde manier behandelt. Alle hele werkwoorden eindigen op een n. Die hoor je niet altijd, maar hij hoort er wel te staan. Meervouden ook behalve de meervouden die op een s eindigen. En dit hoor je ook weer. Een voltooid deelwoord eindigt altijd op een t, een d of een n. En maak je van een voltooid deelwoord een bijvoeglijk naamwoord, dan zet je daar een e achter. Maar hoe weet ik nou dat ik de laatste drie zo moet schrijven. Daarvoor hebben we spelregels. Want helaas redden we het niet met basisprincipes. De spelling probeert zo logisch mogelijk te volgen wat we uitspreken. Probeer die logica te vinden en te volgen. Samenvattend: je schrijft zoals je uitspreekt, maar voor de duidelijkheid probeer je in je schrijfwijze ook de betekenis herkenbaar te laten. En te laten zien om welke woordvorm het gaat. Succes ermee!